Ik liet mijn telefoon op mijn pik vallen. Ik zweer het. Fuck. Het is weer tijd voor nieuw filmpje. Ja, het is weer tijd. Ik heb speciaal mijn favoriete pet. Nee, dat is niet mijn favoriete. Ja, dat is op zich gun wel lekker petje, of niet dan? Ik heb een nieuwe video voor jullie. Ik ga weer iets fucking leuks doen vandaag, zoals altijd. Want ik heb altijd weer leuke dingen te doen. Want ik doe. Het is tijd om wat leuks te gaan doen. Wij samen. Jij en ik. Gewoon als vrienden. Want dat zijn wij toch? Gewoon matties voor die Libby. Straattaal. Kevin de Boeman. Ik ben er klaar voor. Weet je dat? Ik ga vandaag oude WhatsApp-gesprekken teruglezen. Want het is altijd leuk om te kijken naar het verleden. En ik heb nou al een keer een video gemaakt die ook heet oude WhatsApp-gesprekken teruglezen. Maar deze is anders. Deze video is specialer dan speciaal. Je kan niet bedenken hoe speciaal deze video is, mensen. En dat ga ik je nu uitleggen waarom. Namelijk, deze video is zo speciaal dat ik niet weet waarom die speciaal is. Ik kan het niet eens onder woorden brengen. Zo speciaal is deze video, snap je? I'm just trying to fool you. I'm just fooling you. Deze video wordt letterlijk gewoon zoals elke andere video die ik heb. Gewoon wel geinig. En dan ja, ga je liken. Ja, like op deze video als het afvast. Want dat doe je toch op elke video, hoop ik. Zo niet, dan ga ik je vermoorden. Ik vermoord niemand. Dat was ook een grapje. Hallo Son, alles goed? En it's gone. Ik ga vandaag oude WhatsApp gesprekken teruglezen. Want in je telefoon zit je verleden. Zit gewoon hierin, oké? Okay? Je kan wel een dagboek gaan bijhouden tegenwoordig. Maar zelfs als je een dagboek zou bijhouden, zou er nog minder informatie in staan dan dat het gewoon in je telefoon staat. It doesn't make any sense these days. These days, like. Life is just poof. It's just weird. It's just strange. De vraag is alleen even, van wie ga ik nou gesprekken teruglezen? In de vorige video heb ik Peter, Nina, Joost en Jart gesprekken teruggelezen. Dus wie blijft er dan nog over in mijn leven? Ja, helemaal fucking niemand. Nobody ever. Ik ga gewoon zoeken op een woord. Ik moet even een woord hebben wat gewoon gekke gesprekken uitlokt. Ik ga gewoon, godverdomme, ga ik gewoon opzoeken. Yeah. Weer gewoon een gesprek met Jart teruggevonden. Wow, I don't know. Ik snap dit niet. Ik snap dit gesprek niet. Oké, Jart begint. Is er een verschil tussen Leidseplein en Leidsestraat. Hashtag durf te vragen. Dit was de tijd waarin je nog hashtag durf te vragen zei. It feels nasty. Haha, ja, maar je loopt voor het station. Zoek een tram met 1, 2 of 5 op de voorkant en stap daarin. En stapt uit op Leidseplein. Ja, dat wist ik nog wel. Wist alleen niet of er een verschil was tussen Leidseplein en Leidsestraat. Luister, dat is het überhaupt het verschil tussen een straat en een plein. Is dat een plein is dit en een straat is dit. You get it, Jart? You get it? Het is niet zo gek, want hij was waarschijnlijk 2 hero. By the way, ik heb nog 2 handguns voor jullie mee. Shit. Holy shit. Onze ondergrondse maffia. Onze ondergrondse maffia is opgedoekt bij deze. Oh shit, oh shit, oh shit. Dat was geen handguns. Dat waren geen handguns. Hij bedoelde handvatten voor je fiets. Zo, hendels. Snap je? Dat waren handguns. Dat is gewoon geen geweren. What the fuck? Hij bedoelde neppe handguns, waar we video's mee maken. Ha, cool. Wel even goed verstoppen. In Amsterdam arresteren ze iedereen met een banaan in zijn hand. Hey! Ik was grappig. I was funny. I was trying to be funny. Serieus, ik vind hem nog steeds grappig. Ik vind die grap nog steeds goed. Haha, ja. Oh, Jart lachte. Jart was aan het lachen. Very nice. Ah, ja, weet ik. Ze zitten in een shirt gerold onder in mijn tas. Eentje is niet heel geweldig, maar andere is van ijzer. Hahaha, gay marriage approved. Waar de fuck kwam dat in één keer vandaan? Waarom zei ik dat in één keer? Komt-ie. Ik stuur letterlijk dit filmpje naar Jart. Dat was het, oké? Okay? Niks meer, niks minder, dat was het gewoon. Wat hij zegt. En nou komt het, hè? Nou gaat hij mij eventjes keihard aanpakken. 1. Dat is vast voor We Are Cinemates. 2. Wordt het meer zoals Jack Skep of zo? 3. Wordt het meer als Smosh, als in jullie zijn jezelf en spelen geen character? 4. Als je het niet vertelt, vraag ik het morgen nog eens zodat je het vertelt, want zo'n goede vriend ben ik nou eenmaal. You could have just said it was a funny video. You could have just said, nice job, but nee, you had to fuck it up. Ja, verdomme Jart, doe even normaal, laat je godverdomme wat zien. Begin je meteen met domme vragen waar je nou ook dan gewoon interesse. Je zult het gaan zien, pik! Ja, Oké. Ja, nee, nee, ja, nee. Stufu, tekst duidelijk. Is er morgen gebak en koffie als ik aankom? Waarop ik antwoord, koffie ja, gebak nee. Good enough. We're such amazing friends. Very nice. We go way back. Oké, ik ga zoeken op het woord baby. Hey, ik heb gewoon een groep, die heet roze baby. What the fuck, I don't even know. Oké. Lol, ik kom een gesprek met mij en Nina. Nina, als je dit ziet, hoi. Ik ga weer een gesprek van ons voorlezen. Dat heet vertrouwen binnen een relatie. Nee, ik filter hem wel eventjes op gewoon even een goed, proper gesprekje.
Oké, ik ga gewoon ergens beginnen. Ik stuur een foto van mezelf. Deze foto. What the fuck was wrong with me? Mensen, dit is trouwens back in... Ik ga even kijken. November 2013. Nina is mijn vriendin. Wij praten op deze manier tegen elkaar in november 2013. Loser ben je ook. Ik ga slapen. Weltrusten. Jij bent een loser. Slaap lekker, loser. Boom. Oké. Fire. Tegen elkaar. Gewoon 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 losers op wat zet. Dat zeg jij. Ik neem jouw losergedrag over. Allemaal jouw schuld. So you have to deal with it. Oh, shit. Shit. Nina on fire. You know what I'm saying? She's on fire, man. This girl is on fire. Het spijt me dat ik zo'n loser ben. Not accepted of zo. Die of zo was perfect. Not accepted of zo. Cause I don't give a shit. Accepted. Ja, daar ontstaat daarna een discussie over hoe je het woord accepted schrijft. Weet je? Hoe je? Kan geen Engels. Aapje. Haha, hele lelijke fout. Valt mee. Als je expected zei, was hij nog lelijker. Dat betekent verwachten, toch? Maar mijn ogen vallen dicht, lieve beer. This was the time that we called each other bears. I don't know, but it was cute, wasn't it? Ik zou helemaal niet met je appen. Ik ga ook slapen. Loser. De mazzel loser. Slaap emojis. Later. Grapje, kussie. Mooi. Love you. Love you too, baby. Oh. Oh yeah, baby. I said it. I just said it. I said I love you. So you gonna respond. No, wait. I said love you, baby. So you gonna respond with saying I love you. You too, baby. Dat verwacht ik, oké? Ik zei baby tegen haar, cause that's cute these days. Ook al in 2013. Dus ik verwacht gewoon dat ze ook tegen mij zegt, love you too, baby. Of iets in die trant. Het enige wat zij kan zeggen, dat zeg je nooit. What's wrong with you? I was trying to be cute. Ik probeerde gewoon om een soort van Casanova te zijn. Maar nee, het werd niet geaccepteerd. Oké. Tristan, love you. Gaat lekker, hou ik van jou. Boom. Yes. Goeie gesprekken tussen liefdespartners. Wij zijn gewoon verliefd, dat kun je zien. Dat merk je natuurlijk gewoon meteen als je zo'n gesprek als dit leest. Dat merk je. Oké, ik ga zoeken op het woord dronken. Het eerste gesprek wat ik zie is... Joost, dronken op straat is goeie. Hoe kan dit? Ik heb gewoon alleen maar gesprekken met het woord dronken erin met Nina. Ik heb Nina al gehad. Raar. Het woord raar. Boom, 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 boom. Wow, man. Oké, ik zocht net op het woord. Ik weet niet waar ik op zocht. Maar ik kwam meteen bij het allereerste gesprek wat Quint en ik hebben gehad. En nou weet ik niet of jullie weten wie Quint is. Maar dit is Quint. Ik ken Quint al, denk ik, het langste ooit. Sinds dat ik denk ik 4 ben of zo. Of 5 ben. En we hangen nu eigenlijk elke dag. We werken gewoon op het kantoor en shit. We zijn gewoon video's aan maken. Alle keiharde shit. En hij woont ook in Amsterdam nu. En ik kwam gewoon echt bij het allereerste gesprek. Gewoon het allereerste woord wat hij tegen mij zei. Waarschijnlijk is het daarvoor allemaal verwijderd wel. Maar doe gewoon even alsof, oké? Hoe is het nu met jou en Nina? Ja, wel cool. Nog aan. Gelukkig maar. Misschien was dat een soort van rough patch of zo. Als jullie denken dat het bij mij en Nina de 4,5 jaar dat wij verkering hebben altijd gewoon zoete koek was, dan nee. Ik weet niet eens of zoete koek een uitspraak is, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. In een relatie heb je altijd zulke shit. Je hebt gewoon shit waarvan je net even op het randje en shit. En dan zijn je matties die gaan dan vragen, hoe is het er nu mee? Zo, Quinten, you very good. Maar wat hij hierna zegt is echt... It's good, man. It's good. It's sentimental. It's amazing. Romantisch muziekje. Goed. Rood filter. Lekker. Komt-ie. Ik weet dat dit random is. En misschien niet van toepassing op dit moment. Maar ik ben er echt in alle opzichten voor je. Je bent echt mijn beste maat. Vriend, kameraad op de hele planeet. Ik liet mijn telefoon op mijn pik vallen. Ik zweer het. Fuck. Shit, that hurt very bad. Ik was echt een fucking little bitch toen. Dit was 13 februari 2014. Waar was mijn hart? Waar was mijn liefde? Het enige wat ik tegen Quinten zeg is... Haha, thanks dude. Tof om te horen. Wel random. What? Dat leek op een slow-mo, maar dat deed ik gewoon... Waarom zei ik niet gewoon, nee man, waardeer ik sowieso. Ja, ook voor mij man, laten we gewoon voor altijd matties blijven. Ik zei dat niet. Het enige wat ik kon zeggen is, thanks, tof, maar random. Kelvin, wat dacht je? Kelvin, wat denk jij? I just don't get it. Ja, sorry, ben de laatste tijd vet sentimenteel. Sentimenteel. Like if you have 5 euro cent... And then you have feelings. You are sentimenteel. Geef niet, Quinn. Je was gewoon sentimenteel. Dan maak je gewoon spelfoutjes. Helemaal niet erg. Daarna zegt hij gewoon... Fijne Valentijnsdag, broeder. Ik zeg, ja, ook zwaar. Groetjes uit Loppersum. Dus ik zo bloemetjes showen. Cute, fair. Oh, nice boy. Check die romantische boy gaan. Lekker bezig, vent. Ik was gewoon... I didn't show any love back then. Ik was echt een...
Ik haat die shit. Ik was gewoon niet echt lief of zo. Fuck. Nou ja, maar goed dat ik dan soort van veranderd ben toch over de jaren heen. Dat hoop ik dan maar. Jongens, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om met mij mee terug te kijken naar het verleden. Geef deze video een duimpje omhoog als jij het ook leuk vindt om met mij niet te whatsappen. Want dat ga ik niet doen, want dan krijg ik veel te druk in mijn leven. Why does that always happen? Fuck! Nou, abonneer op mijn kanaal, hè. En geef een duimpje omhoog, alsjeblieft. Want hoe meer likes, hoe meer feelings ik heb om nog harder, nog meer video's te gaan maken voor jullie. Dus zo zit het gewoon in elkaar. En abonneer op mijn kanaal. Love you. Bye. 'Gewoon letterlijk op een video die letterlijk heet 7 simpele wetenschappelijke trucjes om elke vrouw te krijgen die je wil. Oké. Fucking internet. Je gaat me niet teleurstellen nu, oké? Je gaat me niet teleurstellen. In just a few minutes I'm gonna show you how this fish will help you get laid.